iedereen, welkom weer op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag hebben wij een video voor jullie met 4 superleuke en makkelijke haarlooks. Ja, en ze zijn zelfs zo makkelijk dat je er echt maar misschien een minuutje of 2-3 voor nodig hebt. En dat is super chill, want de zomermaanden komen er natuurlijk aan, of de vakantieperiode. En dan wil je zoveel mogelijk tijd overhouden om lekker de deur uit te gaan. Dus ben je benieuwd naar deze haarlooks? Blijf dan vooral kijken. Geef ook deze video vooral alvast een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren. En gaan we nu gewoon beginnen met de rest van de video. Voor alle 4 de haarlooks in deze video maken wij gebruik van Zenner haaraccessoires. En deze video is trouwens ook gesponsord door Zenner en Kruidvat. Dus heel erg bedankt daarvoor. Momenteel ligt er ook een hele leuke limited travel must-haves collectie in de winkel. Vol met allemaal leuke travel goodies. En dat is heel erg mooi, want de zomer komt eraan en we gaan natuurlijk op vakantie. En blijf ook zeker kijken tot het einde van deze video, want we hebben ook een hele leuke winactie voor je. Dit is echt een super simpele look en daarvoor ga ik deze haarband gebruiken. Hij heeft een hele leuke Aztec print. Met haarbanden kan je echt super veel leuke dingen doen. Maar wat ik eigenlijk heel erg fijn vind en handig is hem eigenlijk om gewoon over mijn hoofd heen te trekken. En soms draag ik hem gewoon zo op deze manier. Het geeft een beetje zo'n boho-achtige look. Wat ook wel heel erg leuk is, is om soms gewoon even wat plukjes te pakken die hier aan de voorkant zitten. En die draai ik dus gewoon achter deze haarband om. Dat vind ik net ietsje... Maar ja, wat vrouwelijker staan. En het zorgt ook voor dat deze plukjes gelijk een beetje uit je gezicht zijn. Wat heel erg lekker is tijdens natuurlijk die warmere maanden. Want dan heb je gewoon lekker alles vrij. Een klein beetje aan de bovenkant wat boller maken. En omdat hij dus gewoon aan de bovenkant zit, kun je ook heel makkelijk gewoon een beetje wat haar weer eronder stoppen. Als het toch nog niet meteen helemaal goed zit. En zoals je kan zien zit het hier een klein beetje bol en rommelig. En daardoor vind ik het leuk om de onderkant ook een beetje... wat meer volume te geven, dus dat doe ik een beetje zo. Nou, als je haar bijvoorbeeld heel glad is, kan je daar natuurlijk ook nog iets van een textuurpoeder voor gebruiken. Of een beetje iets van beach spray. Maar als ik zo kijk, heb ik dat niet heel erg nodig. En dan is dit de super simpele haarband look. En hij is heel erg lekker voor in de warme tijden. Van hou is een hoge staart als het lekker warm weer is. Lekker dat haar uit mijn nek. Maar wat ik wel een beetje jammer vind is dat ik best wel lang haar heb. Maar zodra ik het in een staart doe, dan is het wat korter. Maar ik wil eigenlijk gewoon een beetje die Ariana Grande look met zo'n lekkere lange staart. En daar heb ik dus nu een leuke hack voor hoe je zelf die lange, volle Ariana Grande staart kunt krijgen zonder extensions. Ik begin eigenlijk met het verdelen van mijn haar. Een bovenkant en een onderkant. En het is belangrijk dat ik aan de onderkant niet zoveel overhaal dan aan de bovenkant. Zo'n plukje overhaal voor aan de onderkant. En de bovenkant die zet ik vast. Borstel dit heel eventjes omhoog zodat het niet helemaal in de knoop komt te zitten. En dan heb ik hier van die Zenner elastiekjes. En daarmee zet ik mijn haar vast. En dit zijn gewoon de simpele zwarte elastiekjes die je eigenlijk echt voor alles kunt gebruiken. Hij is nu nog niet perfect, maar dat gaan we straks een beetje veranderen. Wat ik nu bijvoorbeeld doe is ik trek hem iets losser van mijn hoofd. En dan heb ik zeg maar iets meer volume in mijn staart. En hij mag wel wat meer aan de bovenkant zitten. Maar nu denk je natuurlijk hoe krijg ik dat effect van een langere staart zonder extensions. En dat is eigenlijk gewoon heel sneaky. Door er een ander staartje onder vast te zetten. Die zet ik dus iets boven mijn nek onder mijn andere staart. En dan zet ik die ook vast met een elastiekje en dan verberg ik hem straks met de bovenkant. Nou, ik heb dus nu de 2 staartjes erin zitten en zoals je ziet is het een beetje rommelig. Dat is ook de look waar ik voor wil gaan. Daar hou ik altijd wel van. Dan is het nu belangrijk om de onderkant een heel klein beetje op te fluffen. Ook weer niet te erg dat het één grote knoop wordt, maar wel iets meer dat je het volume geeft en dat je dus eigenlijk... die scheiding van de 2 staarten een beetje kan verbloemen. Sommige plukjes die borstel ik nog een klein beetje omhoog voor iets meer volume en om iets meer die harde lijn te verbloemen. En dat is dan de look. Op deze manier heb je een lange staart zonder extensions. Deze look is een van mijn favorieten.
favoriet en draag ik heel erg vaak. En ik krijg van jullie ook uiteindelijk nog heel vaak vragen over hoe ik nou gewoon een beetje mijn messy knot maak. Nou, wat ik daarvoor gebruik is zo'n wokkelelastiek. Deze is echt super chill. En op dagen dat mijn haar misschien toch een beetje te glad is, gebruik ik ook van deze schuifspeltjes om echt die kleinere plukjes wat meer vast te zetten. Maar die heb je niet altijd nodig. Maar dit is echt de key voor een hele mooie, goede messy knot die goed blijft zitten. Dus wat ik doe is al mijn haren naar voren. En dan verzamel ik het gewoon allemaal alsof je een staart gaat maken. En ik vind de key met een messy knot is dat je gewoon geen borstel gebruikt of kammen. Maar gewoon lekker je handen gebruikt. En zoals je ziet heb ik hier dus al een beetje wat bobbels. Dat geeft niet. En ik trek hier ook altijd bij de zijkanten wat haartjes eruit. Want dat vind ik wel heel erg leuk staan. Dus wat ik dan doe is mijn haar draaien. En zo. En zoals je ziet heb ik wat van die kleinere, kortere plukjes. Dus die gaan een beetje omhoog sprieten. Maar dat vind ik zelf wel heel erg leuk staan. Dus dit is de knot. En je ziet, hij is niet helemaal symmetrisch. Dus dat hoeft ook niet. Maar ik ga hem ietsje hier eruit trekken. Zodat het een beetje klopt. En ja, ik heb nu echt wel hele schattige plukjes aan de bovenkant. En die ga ik toch nog even met het schuifspeltje proberen weg te werken. Dus pak hier gewoon het schuifspeltje. En dan ga ik hem zo bovenin erin steken. Tada! Dat is een beetje de messy knot. De volgende haarstijl die kan je met gekruld haar, maar ook met stijlhaar doen. En het maakt niet uit als je haar zo'n lengte heeft als die van mij. Lange haar is natuurlijk nog wat mooier, maar dit is ook zeker mogelijk. Nou, we beginnen gewoon met een middenscheiding. En dan pak ik twee plukjes vanaf de voorkant. Deze mogen best wel wat groter zijn dan je misschien zou denken. Het is best wel dik. En deze die draai ik uit mijn gezicht weg. En die zet ik hier achteren vast met een elastiekje. Draai ik deze nog heel eventjes zo naar binnen. En laat ik deze zo hangen. Maar ik trek hem nog wel ietsje aan, zodat hij naar boven gaat. En dan doe ik hetzelfde met twee andere plukjes eronder. Die draai ik van me af. En die zet ik weer vast. En deze zet ik vast net iets onder dat andere elastiekje. Kijken, even voelen. En deze die trek ik dan ietsje aan, zodat hij iets meer er tegenaan komt te zitten. Dan heb ik twee plukjes aan de zijkanten van dit staartje gepakt. En dan maak ik daar nu een vlechtje van. En die gaat helemaal tot aan beneden. Oké, dus de vlecht zit erin. En deze die ga ik nu flink uit elkaar trekken om hem lekker los te maken. En op die manier wordt hij lekker breed en krijgt hij veel meer volume. Nou, de vlechten die heb ik wat aan elkaar getrokken. Die zijn wat dikker. En deze plukjes aan de onderkant, die had ik wel gekruld. Maar het is een klein beetje uitgegaan. En het kan wel iets voller. Dus ik ga de onderkant even een klein beetje touperen met mijn borstel. En dit scrunch ik ook nog een beetje zo. Dan zie ik het nog een beetje, zodat wat haartjes wat losser komen te zitten. En dit is dan de look. Van deze vier looks vind jij het leukst? We hebben natuurlijk weer een poll aangemaakt waar je lekker kunt stemmen. Maar laat ook zeker even een reactie achter. Dat vinden we heel erg leuk om te lezen. En we zijn gewoon heel erg benieuwd welke van deze vier looks jij wel zou durven dragen. Zoals jullie al aan het begin van deze video vertelden, hoort er ook een leuke winactie bij deze video. En die hebben we via onze Instagram account lopen. Nou, mocht je ons nog niet volgen, dan kan je Tara vinden via @TaraVerbon. En ik ben te vinden via @LarissaVerbon. En daar hebben wij twee foto's geplaatst die bij deze winactie horen. En we kunnen je alvast verklappen wat je kunt winnen. En dat is namelijk een goed gevulde goodiebag vol met Zenner van Kruidvat spulletjes. Dus dat is echt heel erg leuk om te winnen natuurlijk. Je hebt net al kunnen zien wat je er allemaal mee kunt doen. Dus ik zou zeggen, doe zeker mee. Laat ik eventjes weten in de reacties hieronder of je meedoet. We zijn namelijk wel heel erg benieuwd. En de foto die staat misschien op dit moment nog niet online, maar dan nog wel later op de dag. Dus hou ons account goed in de gaten. Heel veel succes voor het meedoen met deze winactie. En vergeet zeker niet om een duimpje omhoog achter te laten. En je te abonneren op ons kanaal. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.